We hebben hier honderden verschillende deelnemers met allemaal producten die met doe-het-jezelf te maken hebben. Doe het zelf dus. Op de beurs kun je rondstruinen op zoek naar de perfecte materialen of simpelweg om iets te maken. We zijn hier een filet flower square aan het haken. Via een patroontje, maar dan gaat het eigenlijk meer om de garens uit te testen van scheepjeswol. Ja, bedenk iets creatiefs en je kan het hier wel vinden en uitproberen. Ook om ideeën op te doen, maar ook om gewoon te kijken, ja, om inderdaad te kijken wat er ook nieuws is op de markt. Ik ben deze vogel aan het maken van Powertex. Ja, ik ben nu een tas aan het maken, dus dat is wel heel leuk. Afgelopen jaar ging de beurs niet door, maar konden de geïnteresseerden online knutselen. Vorig jaar konden we niet, maar meestal ga ik wel één keer in de twee jaar ga ik zeker wel naar de Creadoe-beurs. En ze is niet de enige. Veel bezoekers komen al jarenlang. Maar sinds de eerste lockdown zijn veel mensen begonnen met een creatieve hobby. En dat zien we nu op de beurs ook terug. Dat er meer bezoekers zijn die voor de eerste keer komen en eigenlijk net begonnen zijn met hobby. De perfecte plek om het uit te proberen dus. En of het kunstwerk is gelukt? Kijk maar,